Als je op Curaçao van vliegveld Hato naar Willemstad rijdt, of naar die andere voor toeristen bekende bestemming, de Jantilbaai, kun je linksom of rechtsom. Linksom passeer je het bekendste openluchtbordeel van het Caribisch gebied, Campo Alegre. Rechtsom kom je na een paar honderd meter langs een goed afgebakend terrein van de US Air Force en Coast Guard. Zo is het hier anno 2017. Er ligt een strakke asfaltweg, en na enkele tientallen meters doen er toegangshekken op, die er weinig uitnodigend uitzien. Alleen helemaal aan het begin van de weg is nog iets waarneembaar van hoe het vroeger was: een stukje oude zandweg. Vroeger, dan hebben we het over 1993, toen was dit ook al een Amerikaanse legerbasis, maar de zandweg was nog niet afgesloten. Die liep het binnenland in. Nina heeft op dat moment een relatie met Woody, een Surinaamse drugsbaron. Ze werkt met hem samen in zijn organisatie. Ze rondzelt de koeriers die met blokken cocaïne in hun koffer naar Nederland reizen. Een goed geoliede machine. Zowel bij de douane op Hato als op Schiphol zitten er mensen in het complot. Zolang iedereen zich aan de instructies houdt, kan er bijna niets fout gaan. Dit keer is er sprake van een samenloop van omstandigheden waar Nina zich vanaf het begin niet goed bij voelt. Alle voortekenen voorspellen onheil, maar er is geen weg terug, en voor de lijn staan alle signalen op groen. Het is niet eenvoudig alle corrupte douaneneuzen dezelfde kant uit te laten wijzen. Extra controles, douaniers die om wat voor reden dan ook niet op hun vaste plek zitten, dat kan allemaal roet in het eten gooien. Maar op dit moment is het allemaal goed geregeld en moet er actie komen. Zomer 1993, dus. Woody heeft een deeltje met Colombianen. Hij is in Nederland, hij krijgt 36 kilo cocaïne in consignatie en die partij moet van Curaçao naar Nederland. Nina moet binnen 48 uur twee couriers regelen. Nina? De mannetjes op Schiphol waren weer actief. Soms stoppen ze een tijdje als er te veel druk op staat. Ik moest als een idioot gaan zoeken. Iedereen kan een potentiële koerier zijn. Je praat met kennissen op straat. In dit geval had mijn broer Aldo iemand gesproken. Een jongen die ze Bloody Beach noemen. Ik ben met hem gaan praten. Dat was snel klaar. Maar ik zocht nog iemand. Hij noemde een goede vriend van hem, Joe, uit Zero Fortuna. Ik wilde niet iemand uit die omgeving. Bovendien, die jongen kende mij. We hebben op de lagere school in dezelfde klas gezeten. Dat vond ik ook al minder, maar de druk was groot. Ik ben toch met hem in zee gegaan. Ze zouden twee koffers met elk 18 kilo naar Nederland brengen. Couriers krijgen meestal niet te horen hoeveel ze transporteren. Daar worden ze maar hebberig van. Het is altijd meer dan ze denken. Nina spreekt met hen af, bij haar in de auto. Ik moest hun paspoorten zien. Het waren allebei rasechte Antillianen die nog nooit in Nederland waren geweest. Eigenlijk helemaal fout, maar het moest echt binnen 48 uur. Ik stond zo onder druk, ik zou bij wijze van spreken mijn moeder nog hebben gestuurd. Nina geeft aan Woody door dat hij de tickets moet kopen. Kosten? 5000 gulden per ticket. Woody wil hen business class laten reizen. Het zijn tickets naar Londen. Er wordt een tussenstop gemaakt in Amsterdam... Daar regelt het mannetje van de douane dat de koffers uit de transit worden gehaald. Voor de businessclass moeten de jongens er netjes uitzien. Ze hebben nieuwe kleren nodig, schoenen, handbagage. Het verliep allemaal heel chaotisch. Ze zouden de volgende dag al vertrekken. In een dure winkel heb ik twee setjes voor hen gekocht. Ik heb 2000 gulden aan die kutgasten uitgegeven. Daarna heb ik ze bij hen thuis afgezet. Het vliegtuig van de KLM zal om drie uur smiddags vertrekken. Nina zal hen om twaalf uur ophalen en samen met hen de koffers inchecken. De ene jongen was bij zijn vriendin blijven slapen, de andere bij zijn ouders thuis. Met de koeriers in de auto gaat ze naar de locatie waar de geprepareerde koffers zijn. Nina heeft met de man daar afgesproken dat ze niet met de jongens in de auto bij hem komt, hoe minder men weet, hoe beter. Ze spreken af bij een bushalt op de hoofdweg. De koffers bevinden zich bij een appartement aan een zandweg. Nina? Terwijl ik onderweg was naar de bushalte, zei Joe: Ik moet even langs Seru Fortuna, mijn jointje halen. Ik zei: Wat, jointje halen? Als ik niet rook, kan ik die kist niet op. Ik rookte zelf ook, ik begreep hem. Ik zei: Ik haal hem wel voor je. Nee, zei hij: Mijn broertje staat onder een boom te wachten. Ik reed erheen. Hij wees mij de boom aan. Daar stonden twee jongens. Hij stapte uit. Ik keek naar hem. Hij haalde een joint en stapte weer in. Wat ik niet had gezien: hij had ook stiekem een wapen meegenomen. Joe zit achterin. Ze rijden naar de locatie waar ze de koffers moeten ophalen. Nina belt de kofferman om door te geven hoe laat ze bij hem is. Ze zet de jongens bij de bushalte af en rijdt naar het appartement van de kofferman aan een zandweg. Hij staat haar al op te wachten. Nina laat de koffers in en pikt de jongens op bij de bushalte. Het is maar een paar kilometer naar luchthaven Hato. Toen ik de airport in zicht had, gaf ik hen allebei hun ticket. Je rijdt daar de heuvel af, je moet alleen nog de bocht naar rechts nemen, dan ben je al bij Hato. In die bocht aan de linkerkant is de Amerikaanse legerbasis. Op dat moment kreeg ik een pistool tegen mijn zij van Joe. Hij zei. Ga linksaf, zeg niks meer. Niet te geloven. Ik voelde het wapen. Hij zei: Jij bent maffia? Ik ook. Ik dacht: Je hebt nog niks doorgetrokken. Ik rijd tegen een lantaarnpaal. Dan gaan we allemaal naar de tering. De jongen die naast mij zat, zei: Hoor je niet? Links. Hij trok aan het stuur en we reden de zandweg op. Aan het begin was er nog niet die post van de mariniers. Je kon daar nog gewoon doorrijden. Na een kilometer of zo trok Bloody Beach, die naast mij zat, de handrem aan. Joe zei: Stap uit, handen omhoog. Ik zei: Neem alles mee wat je wil, het is niet van mij. Bloody Beach stapte ook uit. Ga neer, ga neer op je knieën. Joe zette de loop op mijn hoofd en zei: Jij kan die mensen naar mijn huis sturen, ik moet je doodmaken. Ik zei: Ik stuur niemand, maak me niet dood. Nina, ik heb geen keus. Jawel, ik ga je niet verraden. Dat was dus de jongen waarmee ik in de klas had gezeten. Bloody Beach zei: no thee. Maak haar niet dood. Ze moesten actie ondernemen, de zon scheen. Het was fucking warm daar. Joe haalde het pistool weg en zei: Denk erom, als je één persoon naar mijn huis stuurt, heb je een probleem. Hij stapte in de auto en zei tegen Bloody Beach: Opdonderen hier. Die riep: Hé, hey, maatje, gooi die deur dicht. Hij scheurde in zijn achteruit de zandweg af. Met alles: alle telefoons, de koffers, het geld, mijn tas. Ik stond op de zandweg met een klootzak naast me. We moesten de hele weg teruglopen. Er kwam geen kip op die weg. Bij de post van de mariniers vertelt Nina dat ze beroofd is van haar tas of ze mag bellen. Ze belt de man van de koffers: Haal me op, ik ben beroofd. Hij komt en ze vertelt hem het hele verhaal. Er wordt contact gelegd met Woody in Nederland. Hij geeft opdracht dat Bloody Beach, de jongen die bij haar is, niet weg mag. Die moet ervan hebben geweten. Woody zal zo snel mogelijk naar Curaçao komen. De kofferman brengt hen beiden naar zijn appartement. Ze stappen uit en gaan naar binnen. Die man haalt een pistool onder zijn hemd vandaan en zegt tegen Bloody Beach: Jij gaat de kooi in. Er was een hondenkooi in de achtertuin. Die jongen begon te janken en mijn naam te roepen. De man zei. Hier kan je wachten tot de Colombianen komen. Er zat 36 kilo in de koffers, geleend van Colombianen. Iedereen heeft problemen. Woody komt de volgende dag bij de kofferman op bezoek met drie Colombianen die in allerijl uit Colombia zijn gekomen. Nina, het eerste wat ze mij vroegen was waar ze die Joe konden vinden. Waar woont zijn moeder? Ik zei: Koraal specht. Ik moest het aanwijzen en ben met hem meegereden. Zijn broertje zat op de veranda. We zijn doorgereden. Ze brachten mij terug naar het appartement bij de kofferman. Zij vertrokken. Bloody Beach zat nog steeds in het hondenhok. Hij kreeg wat te eten door het hekwerk. Ik bleef die nacht in het appartement. De volgende dag kwam Woody daar met die drie Colombianen. Ze vertelden wat de vader en moeder van Joe hadden gezegd. Een Colombiaan zei tegen mij dat ik in het complot zat. Toen ik dat hoorde, kon je me wegdragen. Wat blijkt? Een paar dagen eerder had ik me opgesloten in dat appartement, samen met twee broers. En hadden we antidog op de blokken gesmeerd. Dat is spul waardoor honden niet ruiken dat er drugs in zitten. Verder luisteren? Ga naar Storytel.com